zien dat het het eind van de lucht is. Ze hebben veel van hun reserve voorraden gebruikt. Ook niet allemaal. We zagen net een groepje van 5 weggelopen, waar sommige dieren nog in een hele goede conditie zijn. Andere dieren, ja, die komen aan de grens. De dode dieren die nog in het gebied liggen, mogen we niet filmen. Bijna 3000 grote grazers overleefden de winter niet, door slecht weer en een tekort aan voedsel. Ja, zoals de journaalverslaggever zegt, de dode dieren mochten we niet filmen. Dat is natuurlijk omdat men het niet fijn vindt om die dieren te zien, maar dat is wel het werkelijke meet. Of de natuur, zoals anderen zeggen. In ieder geval 60% van de populatie is verdwenen. Veel meer dan bijvoorbeeld de afgelopen 2 winters. Misschien 20-30%. Die ongaars, ik denk ook, dus koude winter, minder eten, meer dieren dood. Ja, we moeten beginnen. Het is geen natuur. Het is een scheepbodem. Het is een tupperware. Die door de mensen aangelegd. Natuur gebeurt door zo min mogelijk in mijn vermest. Dit is door de mensen aangelegd. Zijn er allemaal dieren in die gooit die er van nature niet voorkomen. En vervolgens hebben ze wel omheind, een treinbaan langs, een rails langs, gelijk water. De dieren kunnen niet digereren op dit klimatologisch milieu. En dan moet je zorgen voor beschutting, bijvoeren en geboortebeperking middels gewoon vaccin, dus een anticonceptievaccin. En wat u zegt, als je het een beetje op zijn beloop laat en je probeert het te reguleren met wat als staatsbosbeheer door dieren af te schieten, dat is niet zoals het moet. Nee, het hoeft niet meer. Mensen gebruiken ook hormoonpreparaten om niet zwanger te raken. Je kan dat met dieren ook. Heel gemakkelijk. Het gaat via een pijltje en je kan ze meteen merken. Je kan het ook doen tijdens het bijvoeren. Je kan boma's bouwen, dat ze in Afrika ook doen. Dus boma's, dat worden dieren samen. Die krijgen ze voeren, dan worden ze meteen geprikt en gemerkt. Dat kan. Heel eenvoudig. Er zijn genoeg dierenartsen. Heel veel dierenartsen, tientallen dierenartsen, die hebben zelfs gezegd, we willen daar graag bij helpen. Maar het gebeurt niet. Het is een... Het lijkt wel een politiek spel geworden. En waar ik toch even op wil terugkomen, dat de camera's niet mochten filmen. Dat is totaal. Ik denk, het zijn gruwelijke beelden als je die met de laatste adem ziet snappen. Ik kijk ook vaak kinderen naar. Maar ik mocht als lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, als controleur van de regering, omdat het gaat om staatsgeld, hebben ze mij ook geweigerd. En ze hebben me zelfs belogen. Dat zou niemand zijn, terwijl we 6 boswachten zitten, pas met een camera boekt. Ja, dus we zien nu hier toevallig is een film. Ja, ze geven ineens land, ze geven ineens land, ik steek netjes mijn land uit. Sorry dat ik er zo uitzag als een lesje. Ja, hoe zou je het zelf omschrijven? Nee, maar als die dag was een gevoelstemperatuur van de minvulding. We zijn, ik ben ook met een grote collega, die kent vanaf de politie al, zijn we door dat hele gebied gedaan, hebben we gewonnen. Als je op uren rondloopt, dan bevries je ze wat. Tenminste, ik ben dan niet op de hand. Nee. Maar toch even om, ik heb het al pas gezien. Ja, vriend staat hier wel. En ze weigeren gewoon om mij te praten. Ze hebben me voorgelopen op de telefoon. Ik ben echt correct en netjes geweest, want dat mag niet. Je mag een lid van de Staten-Generaal niet zomaar weigeren. Vroeger stond het zelfs op ons pasje achter ons pasje. Maar waarom moet ze niet naar binnen? Nou ja, dat is waarschijnlijk omdat er heel veel dieren te zien was. En dat ze mij niet graag willen laten zien. Ze zeggen, dat was een idioot, zijn ze dieren in afschieten. En op gaan ruimen, want dat willen ze niet graag laten zien. Ik ben een mond voor de dierenwelzijn, een voorvechter voor dieren in de Staten-Generaal. En dat laten ze niet graag zien, maar ik veroordeel dit Tupperware-gebied. Dat is gewoon een dierenpark, is het? Ja. Een schietbaan. En dat veroordelen we elk veel om. Dus ja, ze willen mij natuurlijk helemaal niet graag. Mm-hmm. Maar toch even, laten we even kijken. Laten we even proberen de situatie op te schatten. Het is een, u zegt, het is geen natuur. Maar je kunt ook zeggen, het is een natuurgebied, het ziet er schitterend uit. Ja, het is een park, het is een geschiedbaar, maar het is voor alles. Maar het is geen natuur. Nee, het is geen natuur, want die dieren kunnen ook niet weg. Ja. Hè? Dus er staat een nek omheen. Ook niet klimatologisch. Dus dan zou je sommigen zeggen als een gebied daarnaast openstaan, want daar hebben die motie hebben we afgelopen week ook gesteund. Dus om dat toch nog eens te onderzoeken. Maar dan ook kunnen de dieren niet klimatologisch migreren. Dus als het naar Afrika gaat, als het daar vriest, vriest het daar ook. Ja. Dus als daar het water voor is, is het daar ook. En als daar geen voer is, dan is het ook een andere gebied ook. Dus je ziet er wat dat er weinig meer op kan. Is dit gewoon een totaal mislukt verhaal eigenlijk? Ja, en vandaag moet ik zeggen, het is een experiment. Het is als een experiment begon. En officieel valt een experiment met gewervelde dieren, en dat zijn gewervelde dieren, valt onder de wet op de dierenproef. En daar probeer ik nu, omdat de minister alles afschuift aan de provincie Flevoland, en dat zijn de dieren. En daar probeer ik nu weer terug te komen bij de minister, bij de regering. En ze willen graag van dierenproef af. Ja. Er zijn ook 6 moties van mij aangenomen voor versnelde afbouw en vervanging van dierenproeven. En zelfs al 2025 zal ze koploper zijn wereldwijd. U zegt dat zijn toezeggingen van de regering.
mensen tegen de zin in van de beheerders die dieren bijvoeren. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren, want dit kan je niet zo door laten gaan. Dat klopt, maar vooral die hechten die je net zag, dat wordt heel lastig om. We hebben ooit als een keer, in mijn vorige bestaan, ook als een keer een hecht moeten vangen. En dan waren er eigenlijk een dierenarts team bij, en die dieren moeten dan vaak ook verdoofd worden, want die springen echt 2-3 meter omhoog. En je kan die dieren niet zomaar naar uithalen. Ja, dat zou veterinaire dit niet gebeuren. En welk bestaan als een hert ervan? Nou, ik was geen hert ervan, maar ik werk al tientallen jaren als dierenambassadeur wereldwijd. Of dan elkaar op de dansen, de wereld, Turkije, het stierenvecht in Spanje. En ik had ook een dierenprogramma op TV Limburg. Ja. En daar werd ik ook vaak opgeroepen om dat met camera vast te leggen. Dat heb ik altijd graag gedaan, ik hoop er ook een keer te doen. Maar gaat u, maar begrijp ik nou goed, ter afronding, dat dit een positieve consequentie krijgt? Wat wilt u doen? U wilt zeggen, dit zijn dierproeven en daarom moet het verboden worden? Als het geen dieren waren, dan was er lang een parlementaire enquête geweest, maar het zijn maar dieren, in de ogen van veel politici, want de meerderheid van de Kamer is niet zo heel diervriendelijk, hoor, helaas, dat kan ik niet zeggen. Het zijn maar dieren. En daarom gebeurt er niks. Maar eigenlijk staat dit echt, dat hele proces, en ook al die jaren, die tienduizenden dode dieren die in honden dood zijn gestorven. Ja. Dat kunnen de zwaarste misdadigen niet. Dat staat een weerloos dier. Ze zijn hypersensitief, ze hebben meer gevoel dan wij alle twee bij elkaar. Ze zijn veel gevoeliger voor stress. Speak for yourself. Maar mag ik vragen, waarom ze nu zo aan vasthouden dan? Aan dit project? Waarom is het zo belangrijk? Het is natuurlijk een experiment geweest en dat het een succes moet worden, is het niet geworden. En ja, er zijn mensen die proberen zich daar maar aan vast te houden, maar dat is één grote schande, is het gewoon echt een schande ook. En ik geloof dat het ons ook negatief op de kaart zet, internationaal is die man, want het kan echt overal over de hele wereld die doen. Dat is echt verschrikkelijk. We gaan kijken, het wordt in die zin vervolgd dat dit nog niet klaar is. Nee, ik geef dat echt niet op. Iedere keer krijg ik er wat aan, en ik hoop nu heel erg op die gedeputeerde van de provincie, die mij ook heeft toegezegd om het allemaal mee te nemen. En mogelijk dat die gedeputeerde meer gaat doen dan wat de regering in Afrika. Ik ga praten met Sylvia. Sylvia Veld.